Maggie Keegan, Maggie Keegan, Maggie Keegan, oh what a sleep is in blue. Maggie Keegan, Maggie Keegan, Lord me Keegan, oh what a sleep is in blue. Organiseert het recreantendagtoernooi. De wieveelste keer is dat eigenlijk? Dit is de eerste keer, deze avond. Dus dit is eigenlijk een primeur? Ja, ik kan het wel zeggen, ja. Wie is op het idee gekomen mee een dagtoernooi te organiseren? Nou, ja, wat moet ik op zeggen? Ik vond het leuk om een recreantendagtoernooi te houden. Dat och, lui wat nooit gedacht hebben. Er zien wel maar 22 man heen, maar ik vind het wel leuk dat 22 man heen zien. Die wat toch niet kunnen dachten en wel een gezellige avond hebben. En daar gaat het om. De lui wat zich hebben ingeschreven, die snappen precies wat we bedoelen met dat toernooi. En dat is echt dat ze zeggen, daar mag je geen toppers meer doen. Daar zien we wat goeie bij, maar oké, die kunnen we allemaal wel hebben met een beetje geluk dat we vernietigen deze wedstrijd. Maar over het algemeen, ja, de lui snappen het goed. Dus en wat niks goed en goed, dan krijg je een troostprijs tegen een schoenen prijs. Wat zien de prijzen? Nou, de eerste prijs is €100. De tweede prijs is €60, de derde prijs €40. En die wat het slechtste goed, die krijgt lekker fles mee. Wat is zo leuk aan dag? Nou, ik vind dat het een leuke gezelschapsbeugel is. En als je met een stel vorm bij hem is, dan is dat leuk om dat te doen. Dus. Is het lastig om te doen? Moest je daar een beetje feeling voor hebben? Wie geeft dat? Nou, ik denk dat het grootste van hier wel feeling is. Ik heb niet echt feeling ervoor. Maar ik dacht in ieder geval voor mijn plezier. Het is voor u een beetje speciaal, dat ga je al met dat. Wieso? Nou, dat heeft te maken met mijn neurologische aandoeningen wat ik heb. Dus dat is voor mij toch een vrij vermoeiende business. Maar dat moest ik even terzijde schuiven. En proberen hem toch in het gereel mee te kunnen lopen. Moet je dadelijk nog een keer groeien? Laten we het ook. Namelijk ben ik al gauw goed gerangeerd, dat weet je ook niet. Heb je hier een groot voorbeeld? Welke data? Wie God zou ze willen zien? Als welke data? Nou, mag ik dat op zeggen? Ik weet wat hij gaat zeggen, maar ik wil even mijn eigen hartje laten spreken. Kijk, gisteravond ben ik vrij geweest en toen goed met een kameraad, de goede 180. Dat deed ik goed. En op dat moment, dat die 180 goed is, dat mijn favoriet. Goed nu en altijd slecht. En dan presteert dan toch 60 groeien, wat bij ons toch wel hoog is. Dan ben ik dat ook een favoriet van me. Maar in de Nederlandse dingen, dan denk ik toch van Michael van Gerven. Is dat met me eens? Denk je wel, ja. Denk je wel. Ja. Michael en Barney, dat blijven ze. Ja. En mijn buitenlandse favoriet is Gary Anderson. Het darten is heel erg populair tegenwoordig. Dat was het vroeger niet. Dat wordt gezien als een koffiesport, maar dat is het al lang niet meer. Wie komt die populariteit nu zo goed? Nou, ik denk dat dat gemaakt heeft met de goede gezelligheid van de lui zelf. Kijk eens, ze leuk gevonden onder elkaar. Of ze een kind gaat organiseren. Dan zit iedereen open voor en dan deed ze dat aan. Dus eigenlijk is het gewoon heel gemakkelijk. Ik begreep dat ze een aantal partijen kind zijn ze over de avond zelf gaat vertellen. Wie ziet zo'n wedstrijdavond uit? We beginnen met 5-1, de best of 5. En ja, daar hebben ze me veel gewaarschuwd. Ze hadden eigenlijk best of 3 willen doen. Omdat een avond heel lang kan duren als ze veel te zijn dubbel in uit is. Maar ja, we hebben goed de kans gewaagd en het was niet goed eindig. Alhoewel het einde van de finale gespeeld, we gaan goed door. Het wordt gewoon een lange gezellige avond. Gezellige avond, toch gaat het hem. Wie lastig is darten eigenlijk? Dat zal ze toch moeten oefenen, anders gaat dat niet lukken. Je kunt ze wel een 20 gooien, maar dan zal ze toch dubbel moeten gooien. En dan zal ze echt moeten oefenen. Goed in beweging. Mag ik toch erop zeggen? Dan zien we zo bij die zien dat nee, die hebben gewoon een beetje geluk. Ja, ze wisten toch, hè? Ja. 180!